zoeken een plek op om te duiken. En het is behoorlijk onstuimig hier inderdaad, moet ik heel bekennen. Kijken of we volgedaaien. Even kijken, het gaat heel erg. Het verschil aan wateroppervlakte, een combinatie van golven, de rimpels, zie je dat er heel veel turbulentie is in het water. Dus het is niet alleen golven, maar ook onder water zie je dat het een soort wasmachine effect heeft. En dat wil je vanzelfsprekend, wil je daar als duiker niet graag in terechtkomen.